Een hele goede middag daar aan die kant van het scherm. Ja, ja, ja. Jullie zijn weer verbonden met een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Dus wees welkom, ja. Het is vandaag alweer een maandag en het is de 26e alweer. 26 november wel te verstaan, 2018. En we leven om 12:35. Mijn dieren zijn allemaal binnen. Ja, eentje zit vlak voor mijn neus. Ze zijn weer lekker vies te wassen. Doe je maar in je eigen vrije tijd en niet in die van mij. Frode die is hartstikke lief. Ja, die heeft ook vannacht heel lief geweest. Maar er was wel een ander die vannacht mij weer wakker hield. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Ik weet nog dat het 7:00 werd. Maar, zie je ze niet. Oh, hier komt ze net aangelopen. Die dame, die liep over me heen te banjeren en te doen. Ja, ik vond dat echt niet leuk. Nee, ik niet. Normaal legt ze naast mijn kussen te slapen. Maar nou is ze de hele nacht in de weer. Nou, dat is gewoon niet leuk. Maar ja, oké, we zijn die nacht weer doorgekomen. Ik zit nou te eten en ik heb mijn koffie. En ik heb mijn rubberen bezem al klaarstaan, want mijn vloer die ziet er niet uit. Ik weet, ik krijg morgen mijn huishoudelijke hulp wel, maar ik wil toch even schoon hebben. Althans het grove. Even weg. Het is toch alleen nog maar haar, haar, haar en nog eens haar. Maar oké, maak de pret niet drukken. Wat ik jullie wel wil zeggen is... dat mijn persoonlijke begeleider, die Jack, die man, die maandagsmorgens komt, die komt vanmiddag. Hoe laat, weet hij niet. Astrid die komt. Ja, ook dat weet ik niet hoe laat. Ik had er eigenlijk al verwacht, maar oké. Het kan ook later worden. Dat ik ga eventjes mijn eten doen en gelijk even vegen. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag en ik zie jullie straks. Doei doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer geruime tijd middag. Het is... even kijken. 14:51. Nou ja, nog wel steeds op maandag 26 november. Mijn begeleider die normaal vanmorgens komt, die is nu ook al geweest. Hij heeft even wat van de vloer vastgelijmd. Want dat stak omhoog. Ja. Een stukje, ja, het is geen laminaat, maar PVC. Ja, en ik had, het ziet er niet uit. Het was mooi. Maar als ik ooit geld heb en hulp kan krijgen om een nieuwe vloer, dan komt dat er wel in. Maar wat voor vloer? I don't know. Het moet tegen mijn wielen kunnen. En ja, normaal moet PVC vloer goed wezen. Moet tegen een stootje kunnen. Nou, dit dus niet. Anders was dat bij mijn bureau ook niet kaal geweest. Maar ook hierheen allemaal kale kleine plekjes. En er kwam dus... dit stukje kwam omhoog te staan. Dat. Dus dat had hij even vastgelijmd met secondenlijm. Ik hoop dat het blijft zitten. Ja, anders weet ik het ook niet. Maar in ieder geval, toen was ik wazig, trek vanzelf alweer bij. Ja toch, moet toch kunnen. Ja hoor, trek toch vanzelf alweer bij, of niet? Blijf wat wazig. Ja, toppie. Maar in ieder geval, ik hoop dat het blijft zitten. En anders moeten we er maar wat anders op versieren. Maar ik hoop toch dat ik ooit zoveel geld kan zal hebben. Dat ik hulp kan krijgen. Dat mijn woning even leeg wordt gehaald. Of van de ene kant naar de andere kant. In ieder geval, ik moet hulp hebben. En dan een nieuwe vloer erin. Tenminste, eigenlijk had de WMO die vrouw haar brief na moeten lezen. Dan was dit niet nodig. Dan had dit niet gebeurd. Want de vloer had geëgaliseerd moeten worden. Ja, dat is niet gebeurd. Het betonrot.
Je hoort het knesperen als ik er overheen rijd. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. En ik leef niet op het beton, maar wel op een bedekte vloer. Enkel, het is niet mooi meer. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. De rest is wel mooi. Ja, mijn meubeltjes, alles is mooi, ja. Het is enkel, ja, de vloer die ik ben op donder gehad. Doordat we betonrot hebben en dat had geëgaliseerd moeten worden door de gemeente. Ja, de woningstichting, laat ik het zo maar zeggen. En de gemeente had moeten betalen, de WMO. Ja, want de WMO die wou hebben dat wij gingen verhuizen naar gelijkvloers of een aangepaste. Nou, dit is aangepast. Ik heb een hoog-laagkeuken, die kan op en neer. Ik heb een stoellift in de gang. Dus ja. Wat zitten ze dan te zeuren? Ik niet weten. Nou, een kandelaar is ook binnen. Die zit zijn eigen te wassen. Te likkenbekken. Krodel die is heel lief. Die legt daar lekker. En Eeuwen die zit er ook al te wassen. Ze hebben allemaal een poets... de poetsziekte. Maar ja, kan je niks aan doen. Ze gaan hun gang maar. Ik ga weer verder. Met, ja, kerstkaarten schrijven. Ja, daar ga ik mee verder. Dan hoef ik niet te haasten of wat dan ook. Kan ik gewoon zo op mijn gemakje doen. Waarom is het zo donker? Waarom is het zo donker? Nou zeg, het is echt donker. Ik kan er niks aan doen. Nee, het is wel overdag hoor, ja. Ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval vanwege mijn artrose in mijn duim. En ik ben rechts, ik zit ook in de rechter duim. Ja, doe hem maar omhoog. Kan ik op mijn gemakje kaarten schrijven. Dus daar ga ik mee verder. Ik zou zeggen, tot straks nou, jullie lieve vrienden. En geniet van de rest van je dag. Toedelidokies. Hé, hey, meisje. Ja, vertel het eens. Hé? Hey? Ja, je bent lieve schat. Ja, we zullen kijken waar Frodo uit hangt, want die is buiten. We zullen eens eventjes zien wat meneer doet. Nou, dan komt hij net aan. Oh, en het is koud. Oh, het is zo koud. Hé? Ja nou, het is koud hè, man. Of niet dan? Ja hè? Het is koud hè? Hé. Hey. Ja hè, het is koud hè? Wat verdikkie. Niks aan hè, schat? Nee. Vind ik ook hoor. Er is niks aan. Nee, ik ben even met een bak koffie bezig. Ik heb Karen er net aan de telefoon gehad. Ik heb nog iemand aan het... Ik heb zelf een telefoon gehad, ja. Ik heb ook zelf moeten bellen. De middag is omgevlogen voordat ik het wist. En ja, zometeen ga ik een hapje eten. Ik heb zin in wat. En ik doe het lekker makkelijk. Ik ga de patat met... Tenminste, als ik patat heb, dan moet ik nog even naar kijken. Maar eerst even koffie. Water kook bijna. De koffie zit er al in, ja. Die ook even aan doen. Zo, lig je erbij. En dan. Koffie, koffie, koffie. Tijd. En dan moet ik eventjes kijken of ik patat in mijn vriezer heb. Wat is er, man? Wat is er? Ik weet niet wat je wil hoor. Nee. Wat is er dan? Moet die af? En dan? Ga je doen? Oh, water drinken. Ja, dat mag. Lekker, hè? Watertje drinken. Hé, zo'n dorst, man. En je kunt met de kap er ook omheen, hoor. Dat weet je, je doet het wel vaker met kap. Jeehehehe. Vrouwtje, je hebt andere dingen te doen en nou kan ik je niet in de gaten houden. Ik
Kijk, daar ligt je thee. Ja, maar nou, patat. Waar heb ik de patat? Ik weet het niet, ik weet het. Ah, kijk, hier ook, patat. En je thee. Dus je thee en patat. Ja, nou, dan weet u gelijk wat ik zo meteen ga eten. Ja, maar nou nog niet. Ik heb nou koffie. Dus ik ga eerst van de koffie lekker genieten. En zien we wel weer wat de avond ons brengen gaat. Ik zou zeggen, jullie van allemaal een heel warm, hartelijk, lief, de volle avond gewenst. En geniet van alles wat jullie doen gaan. Geniet van elkaar en met elkaar. Heb je dieren? Geniet je sowieso, net als ik, ook van je diertjes. Hé, Eeuwen? Ja nou? Ja, hè? Prinsesje. Hé? Och, goeie. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van elkaar en tot later. Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is alweer ochtend, laten we maar zeggen. Ik weet niet eens hoe laat het exact is. 17 minuten over 1. Tijd om naar bed te gaan. Want ik moet er ook weer bij tijd straf, want er komt weer een huishoudelijke zorg. Niet de Rebecca, nee. Dat vrouwtje die ik misschien donderdag had, die komt weer. En dan komt er ook weer een monteur voor mijn booster met een nieuwe folie. Dus ja, afwachten hoe en wat de dag verder brengen gaat. Dus ik moet vroeg uit de veren. Dus ik zeg welterusten, slaap lekker, met mooie dromen, gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Moet jij nog wat zeggen, Frodo? Moet jij nog wat zeggen, Frodo? Hoehoe! Frodootje? Dat is daar niks buiten de deur. Ja, Gandalf. Gandalf is buiten. Ja, Gandalf is buiten. Meer niet. Nou, lieve vrienden, tot later.